is wel echt heel vet om in een tank te zitten eigenlijk. Waar je ook gewoon een wapen hebt die je kan bewegen en zo. Dit is wel heel cool om dan zelf een keer te, in het echt te doen. Yo, dit is echt leuk! Deze wil ik hebben. Ik heb wel een keer gepaintballed en dat zijn echt veel andere wapens dan dit. Want deze zijn veel groter en zwaarder. Ze zien allemaal films op televisie, ze zien wapens, ze gamen allemaal. En overal zien ze wapens. Nou, hier krijgen ze even de kans om ze in het echt te zien. En dat vinden ze heel erg spannend en uitdagend. Want je ziet natuurlijk niet heel vaak, zie je zulke grote wagens. En je krijgt niet heel vaak de kans om zo'n echt wapen in je handen te hebben en vragen te stellen aan ja, echte mensen van het leger. Je moet je voorstellen natuurlijk, als dit ding, als je met dit ding schiet, ja. Ja, dan krijg je maximaal terugslag. Dus je moet dat wapen goed in je schouder drukken. Want als je dat niet doet, dan gaan die kogels natuurlijk alle kanten op. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Er zit een soort stukje zit er achterop en dat moet echt op je schouder. Omdat dan als je schiet, krijg je natuurlijk terugslag. En dat voelt toch wel zwaar als je dat niet gewend bent om zo op je schouder te hebben. Dat is eigenlijk best wel vet. En als kind zou je dat eigenlijk wel willen, dromers van leger houden en zo.